Goedenavond, het is zaterdag 4 juli en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Burgemeester Lonink van Terneuzen heeft naar eigen zeggen een goed gesprek gehad met alle fracties in de gemeenteraad. Hij riep ze bij elkaar na een incident deze week waarbij 5 partijen wegliepen uit een vergadering over de financiële positie van de gemeente. Ik heb de vergadering nog niet gesloten. Ik wil u indringend vragen om nu even met de fractievoorzitters bij elkaar te komen. Ik was verbouwereerd, ik was boos en teleurgesteld. Dat kennen ze niet zo vaak van me. Maar wel heel snel het heft in handen genomen om te zeggen, ja, wat gebeurt er? Wat was uw toon in die bijeenkomst van, dames en heren, zo gaan we het niet meer doen? Ja, ik heb wel even een paar harde woorden gezegd. Het is niet altijd mijn stijl, want de burgemeester moet ook verbinden en zoeken. Maar we hebben wel gezegd, we spreken wel even de dingen uit. Toen was al snel duidelijk dat ze eigenlijk al 4 maanden opgesloten zitten. En normaal komen ze na fractievergadering, na commissievergadering even bij elkaar. Hebben ze elkaar even diep recht in de ogen gekeken. Maar allemaal zeiden, we willen constructief zijn. We willen opkomen voor de belangen van de gemeente Terneuzen. Maar weglopen uit een vergadering is niet constructief. Nee, daar hebben ze ook later excuus voor aangeboden om te zeggen van, we waren in ieder geval even om tafel moeten gaan zitten om te zeggen waarom we dat doen. Maar we hebben wel gezegd, in een democratie hoort iedereen aan tafel te kunnen zitten en te zeggen wat hij vindt. Dat is juist belangrijk. En dan is het belangrijk dat je aan tafel blijft zitten. Bij een brand in een schuurtje in IJzendijken waren afgelopen nacht meerdere explosies te horen. Waarschijnlijk veroorzaakt door ontploffende gasflessen en spuitbussen die in het schuurtje lagen. De brand werd rond 2:30 ontdekt en omdat er veel rook bij vrijkwam, werden omwonenden verzocht ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Een klein uur na de ontdekking was het vuur onder controle, maar was de schuur helemaal uitgebrand. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Opluchting bij Zeeuwse motocrossers, want vandaag werd op het Sloehavencircuit in Vlissingen-Oost de eerste echte wedstrijd weer gereden sinds de corona-uitbraak. Dat was tijdens een clubwedstrijd van MSV De Uitlaat. Echt super om weer achter een starthek te staan en weer echt diep te gaan om te strijden voor je plekje en kijken naar de mensen voor je, achter je, een tijdtraining. Het was weer lekker om even achter een starthek te staan na een half jaar of zo al bijna. Er zaten nog wel wat haken en ogen aan, want de organisatie moest zich houden aan het landelijke sportprotocol voor evenementen. Daar staat onder andere dat rijders in parkeervakken moeten staan. Vanmorgen hebben we die rijders allemaal weggezet op een plaatsje. Ja, en de 1,5 meter, dat is het belangrijkste waar we ons met z'n allen aan moeten houden. De rijders zijn in elk geval weer blij dat er gecrossed kan worden, want alleen maar trainen raakte Nancy van de Ven wel beu. Je zit eigenlijk de hele tijd zelf een beetje te trainen en dan, dan wordt op den duur wordt het saai. Je traint voor niks en nu is het weer een moment dat we weer wedstrijden kunnen doen. De sport in Zeeland komt sowieso weer verder op gang, want morgen is er bijvoorbeeld in Goes een groot pooltoernooi. Voetbalclub VC Vlissingen zoekt de samenwerking met clubs in de buurt. De nieuwe interimvoorzitter Johan de Visser, die deze week gekozen werd, sluit zelfs een fusie niet uit. Allereerst wil de Visser de samenwerking met zaalvoetbalclub Groene Ster uit Vlissingen uitbreiden. Maar de Visser denkt ook aan het vormen van een omnivereniging, waarbij meerdere sporten onder één club worden aangeboden. Bijvoorbeeld met basketbal. Ik zie dat zeer zeker zitten. Je ziet dat natuurlijk meer in de landen. En meerdere verenigingen dat tot je kan brengen, dan word je denk ik als vereniging ook sterker. Dat is een win-win situatie. Vlissingen zal niet meer met het eerste elftal in de zondagcompetitie uitkomen. Onder aanvoering van de Visser werd daar afscheid van genomen met een bestuursbreuk tot gevolg. De Visser ziet alleen nog toekomst voor Vlissingen op zaterdag, met veel eigen jeugd. De jeugd is eigenlijk nu helemaal teruggevallen. En we willen meer leden in de jeugd hebben. Er zitten hier natuurlijk hier in de omtrek allemaal voetballers. Die willen we aantrekken en we willen eigenlijk zelf voorzien zijn, straks in de zaterdag 1, van eigen jeugd en geen spelers meer kopen of praktisch geen spelers meer kopen. Want die tijd is volgens de Visser voorbij. De club spiegelt zich aan Groene Ster, de zaalvoetbalvereniging, die met inzet op vrijwillige basis doorgroeide naar een hoog niveau. Op sportief gebied is de eerste doelstelling van VC Vlissingen promotie naar de tweede klasse zaterdag binnen 3 jaar.
Het lijkt een gewone wandeling, maar de familie De Kok uit Oostburg loopt op eigen houtje de avondvierdaagse. Dat gaat dit jaar net even anders dan ze gewend zijn. Anders loop je echt met een hele groep en zo. Dan zie je ineens iemand van, oh, zullen wij samen lopen en zo. En vooral de laatste dag, daar zit je dan de hele tijd op te wachten van, wanneer is dat? En dan heb je je eigen school die dan een heel spandoek doet met, en dan krijg je bijvoorbeeld een tasje of iets met snoep. En dat krijg je hier niet. Maar nu heb je ook via deze app heb je ook 2 weken de tijd in plaats van 4 dagen. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je loopt en ook je eigen route uitstippelen. Moeten we hier rechts of rechts op? Even kijken. Hier moeten we rechts, Imke. Nou, gaan we. Die kant op. Je geeft aan hoeveel kilometer je wilt lopen. En aan de hand daarvan geeft hij jou enkele opties om een route te lopen. Als er 4 wandelroutes zijn gelopen, dan wordt de medaille eind augustus thuis gestuurd. En dat is een belangrijk moment voor Kirsten die in groep 8 zit. Omdat het de laatste is die je dan in je basisschooljaar loopt. De laatste medaille. En dan is de reeks compleet. Dit eerste weekend van de zomermaand juli geeft natuurlijk ver van echt zomerweer. Er is veel wind en regelmatig valt er wat regen of motregen, ook morgen nog. Dus weinig terrassenweer vandaag, ook vanavond zeker niet. Het blijft vrij hard waaien en er blijft vanavond en vannacht dus een grote kans op een paar perioden met een beetje regen of motregen. Het wordt ook vochtig weer met een minimum van 16 tot 18 graden. Vochtig weer is het ook morgenochtend met verspreid wat regen. Iedereen krijgt wel wat, maar niet al te veel. In de loop van de middag wordt het droger met opklaringen van zee en wellicht nog een enkele bui. Er staat er nog wel windkracht 4 tot 6, uit zuidwest tot west. Maandag draait de wind bijna west tot noordwest, neemt ietsje af. Er zijn veel opklaringen en overdag vallen er nog een paar buien. Dinsdag is het droog en vrij zonnig. Dat is de beste dag in deze periode. Later op woensdag is er weer kans op een bui. En ook op langere termijn blijft het licht wisselvallig en een beetje koel. Maar zo grijs als vandaag en morgenochtend is het na dit weekend niet meer. En tot zover. Straks ben ik natuurlijk nog bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.